De Abinistraat, een zijstraat van Munderweg, is gisteren officieel opgeleverd. De weg is betegeld met middelen van buurtbewoners en een lokale ondernemer onder toezicht van het ministerie van Openbare Werken. Minister Riyad Noor Mohammed van het departement noemt het een bijzonder project, omdat het gaat om burgerparticipatie. Door de buurtbewoners met ondersteuning van de familie Koradin in PPP verwant, is verhard. En dat is bijzonder. Dit was een vraag ook van de buurtbewoners een paar jaar terug. En niet lang terug hebben ze een officiële aanvraag ingediend hiervoor. En vannacht zien we dat in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken en de buurt de weg verhard is. U weet, de wegen, zandwegen zien er heel vaak heel slecht uit. Ze moeten regelmatig gegraderd worden. Maar als je verharde weg hebt, dan behoort dat tot het verleden en er is ook geen wateroverlast. Nou, de familie Koradin met de buurt hebben de materialen gekocht. Dat zijn dus stenen, putten en dergelijke. En het ministerie van OV. Noor Mohammed geeft verder aan dat het een pracht van een project is dat is opgeleverd voor de samenleving. De bewindsman gaf eerder dit jaar aan dat de overheid openstaat voor projecten waarbij de gemeenschap inspeelt. Hij stelde dat het ministerie zeker zal inspelen als er een verzoek om hulp gedaan wordt. En dit waren de lokale berichten in het journaal.